Het directoraat der Belastingen van het ministerie van Financiën heeft vandaag zijn eerste belastingseminar gehouden in de ballroom van Torarica. Het thema van deze bijeenkomst was transformatie van het belastingstelsel en de belastingdienst. Het ministerie probeert via dit seminar alle belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de hervorming van het belastingstelsel in Suriname. Financiënminister Gilmour Hoefdraad benadrukte in zijn toespraak dat de verdiencapaciteit van het land vergroot moet worden op basis van diversificatie van de economie. Dit is de reden waarom het traject tot hervorming van het belastingstelsel is ingezet. Volgens de bewindsman zijn de heffingswetten, zoals de vermogensbelasting 1944, de wet loonbelasting en inkomstenbelasting 1922, aan noodzakelijke aanpassingen toe. De inkomsten moeten worden opgevoerd, maar niet zonder aandacht voor de fundamentele vraagstukken van rechtvaardigheid, draagkracht en duurzaamheid. Dat is ook een van de issues die vandaag op tafel gelegd moeten worden. Ik denk natuurlijk aan de vertegenwoordigers van de vakbeweging die hieraan zeker hun bijdrage kunnen leveren. Het vertrekpunt van de hervorming is de realisatie van een rechtvaardig en efficiënt stelsel waarbij iedere burger naar draagkracht en vermogen zijn of haar bijdrage levert voor de verdere ontwikkeling van ons land. Voorts, door de consumptie meer te belasten dan de productie, is het belastingssysteem gunstig voor economische groei en de creatie van banen in de formele economie. De hervormingen zullen dan ook met alle zorgvuldige aandacht doorvoeren met de input van allen ter hand worden genomen. Hoefdraad stond ook stil bij de belasting toegevoegde waarde BTW die volgend jaar wordt ingevoerd. Hij stelt dat er een goede en werkbare vorm van deze nieuwe belasting in Suriname moet komen. De BTW als algemene consumptiebelasting biedt het voordeel dat de opbrengsten ten opzichte van de inkomstenbelasting stabieler zijn. De inning vindt relatief gemakkelijk plaats en is bovendien fraudebestendiger. De BTW biedt ook een groter sturingsmogelijkheid in tijden van hoog of van laag conjunctuur. De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW geen ongewenste inflatoren effecten op prijzen van goederen en diensten zullen ontstaan. Dat is de geruststelling die we vooral aan de leden van de vakbeweging willen geven. Financiënminister Gilmour Hoefdraad vandaag bij het eerste belastingseminar van zijn ministerie in verband met de invoering van de BTW volgend jaar. Deze bijeenkomst is gehouden in de ballroom van Torarica.